Welkom bij Psychologie van het Leren, week 1.7. Het leerdoel van dit filmpje is: de student kan de motivatietheorieën toelichten. Het gaat hier om de motivatietheorieën prestatiemotivatie, de drijfverentheorie en de behoeftepiramide. En ook de zelfdeterminatietheorie, DZDT. Als eerste even een algemeen begrip. Wat is nou motivatie, zeker als het gaat om combinatie met leren? Motivatie komt uit het Latijn, motus. En dat betekent in beweging komen. Dus motivatie is dat wat je in beweging zet. Nou, met leren is dat natuurlijk net zo belangrijk. Waardoor gaan mensen nou leren? Nou, er zijn een aantal theorieën die aan bod komen. De eerste theorie die ik laat zien is die van de prestatiemotivatie van McClelland. En McClelland onderscheidt eigenlijk drie soorten motivaties. De need for achievement, need for affiliation en need for power. En eigenlijk zegt hij van oké, mensen die hebben verschillende motivaties om aan de slag te gaan. De eerste, need for achievement, betekent dat ze een bepaalde behoefte hebben om iets te bereiken, om een prestatie neer te zetten. En daardoor doen ze hun best. Need for affiliation gaat veel meer om het contact met andere mensen. Die hebben heel erg de behoefte om ergens bij te horen. En de reden waarom ze dingen doen is om erbij te horen. De laatste die je noemt, need for power, gaat ook om in contact met andere mensen, maar gaat vooral om een machtsbehoefte. Die willen invloed kunnen uitoefenen. En daar halen ze hun plezier uit. Als ik daarbij een voorbeeld moet geven. Als iemand zijn best moet doen voor de studie. Als iemand wil leren. Dan kan dat zijn omdat hij een goede prestatie neer wil zetten. Een goed cijfer wil halen. Het kan ook zijn dat hij zijn best wil doen met leren om erbij te horen. Hij wil ook goede cijfers halen. Of juist niet goede cijfers halen om erbij te horen. De laatste, need for power. Ja, dan zou je kunnen zeggen, iemand doet zijn best om te leren. Omdat hij daarna invloed kan uitoefenen op situaties, invloed kan uitoefenen op anderen en daarom bijvoorbeeld een vak als wederzijdse beïnvloeding goed willen beheersen, goed willen begrijpen. Nou, McClelland zegt dus vanuit die verschillende hoeken kunnen mensen gemotiveerd zijn om te leren. Een ander uitgangspunt is die van drijfveren. En drijfveren is eigenlijk een hele biologische invalshoek. Het is een cyclus en eigenlijk gaat het ervan uit dat wij als mensen de neiging hebben om steeds in balans te komen. En als we uit balans zijn, dan zijn wij gemotiveerd om weer in balans te komen. Nou, je ziet dat bovenin staan in het roze, homeostasis. Dat is dus de neiging om weer in balans te komen. Het kan zijn dat de balans verstoord wordt, doordat je bijvoorbeeld honger krijgt. Nou, wat ga je dan doen? Dan ga je eten, want dan ben je gemotiveerd om te eten. En als dat gelukt is, dan zijn je behoeften satisfied en dan ben je weer in balans. Nou, dat is waar we steeds naar op zoek zijn. Maar het kan ook om andere redenen zijn dat je uit balans bent. Dat je merkt dat je de behoefte hebt om meer dingen te weten. Nou, het is dan al iets minder biologisch, dus dat is één stapje verder. Dit model is met name biologisch gericht. Maar je kunt je best voorstellen dat als je een tentamen moet leren en je merkt ik weet nog niet genoeg, dan voel je je uit balans en dan ben je gemotiveerd om daar extra je best voor te doen. Nou, die drive die zorgt ervoor van ik ga mijn best doen. En dat goal-directed behavior, dat is dus, ik zet gedrag in om dat te doen. Ik ga meer leren, meer uren erin steken, het boek erbij pakken. En als ik dan merk van, hey, deze need is satisfied, oftewel, ik heb nu genoeg gedaan, zodat ik wel genoeg weet voor het tentamen, nou, dan ben ik weer in homeostasis, weer in balans gekomen. Dat is een andere manier om te kijken naar waarom willen mensen aan de slag gaan. Nou, de volgende theorie die we langs laten komen, die kennen jullie, dat is de behoeftepiramide van Maslow. Daar zijn natuurlijk een heleboel kritieken over. Wetenschappelijk gezien is die niet heel sterk, maar het geeft wel helder weer waardoor mensen in actie gezet worden. We hebben in basis, de onderste twee, hebben we de basisbehoeften, de fysiologische behoeften en de veiligheidsbehoeften. Die zetten ons wel in actie, hebben natuurlijk iets minder te maken met leersituaties. Tenminste in de school en in een bedrijfssetting. De psychological needs, die komen daar al meer bij in de buurt. Van, ik wil graag leren om erbij te horen. Ik wil graag leren om voldoening te krijgen, om respect ook te krijgen van andere mensen. Dan heb ik iets bereikt en dat krijg ik vaak ook terug van andere mensen. En de laatste, de self-fulfillment needs, ja, die komen natuurlijk het meest in de buurt van, ik wil leren om er zelf beter van te worden, zodat ik meer tot mijn full potential kom. Dan kan het zijn dat ik daardoor een studie wil gaan volgen om het maximale uit mezelf te halen. Maar ik zou net zo goed diezelfde studie kunnen volgen, omdat ik dan denk, hey, ik heb iets bereikt
Of dat ik dat dan terugkrijg van andere mensen, dat ik dat kan laten zien. Hé, ik heb iets bereikt. Het kan ook zijn, ik wil een studie volgen, want eigenlijk volgen al mijn vrienden wel een studie. En mijn familie volgt ook een studie, dan hoor ik daarbij. Ik kan nog een niveautje lager gaan en ik kan ook die studie volgen omdat ik denk van nou, dat heb ik minimaal wel nodig om veilig rond te kunnen komen. Om mijn huis te kunnen betalen, mijn hypotheek te kunnen betalen straks met een beter betaalde baan. Nou, hetzelfde geldt voor de psychological needs, de physiological needs. Deze piramide van Maslow kun je dus ook gebruiken om te kijken waarom gaan mensen aan de slag om te leren. De laatste theorie die ik aan bod wil laten komen is de zelfdeterminatietheorie van Dacey en Ryan. Dit is eigenlijk een van de nieuwere theorieën, iets meer van toepassing op arbeids- en organisatiepsychologie, echt op de werkplek, maar ook wel op scholen. En die gaat er eigenlijk vanuit dat mensen zelf sturing willen geven aan hun leerproces, zelf gemotiveerd zijn. Maar de theorie die geeft aan dat er drie factoren zijn die daar een rol bij spelen, autonomie, competentie en verbondenheid. En die zegt eigenlijk hoe autonomer iemand is, hoe meer keuzevrijheid hij heeft, hoe meer hij geneigd is om te willen leren. Het kan ook zijn dat hij competenter wil worden. Het kan ook zijn dat hij zich meer verbonden wil voelen. Nou, als je nou in een werksituatie kijkt, dan kun je je voorstellen dat als je als werkgever iemand meer keuzes geeft, god, zou je deze taak willen doen of zou je die taak willen doen, dan geeft dat meer sturing aan, oké, ik kies voor het vormgeven van deze nieuwe website en daardoor ben ik extra gemotiveerd om dat ook daadwerkelijk te doen. Daarbij is het belangrijk dat iemand het ook bij zijn competenties vindt passen. Als iemand het idee heeft van, hey, dit sluit aan bij mijn competenties, het is niet te makkelijk, niet te moeilijk, dan ben ik gemotiveerd om dat te gaan doen. Natuurlijk is het wel fijn als het dan een beetje aan de bovenkant zit van de competentie. Dus het maken van een website, als ik daar zelf voor kies, en ik weet, dit is iets wat in mijn competenties past, bij mijn competenties past, dan wil ik daarmee aan de slag gaan. De laatste factor, verbondenheid, die heeft ermee te maken dat wij graag positieve relaties aan willen gaan. Dan zou het zo kunnen zijn dat we deze website willen maken. Dat is onze eigen keuze, autonomie, omdat het past bij onze competenties. Ik heb de kwaliteiten ervoor om die website te maken. En het draagt ook bij aan mijn verbondenheid, want ik kan hiermee iets positiefs betekenen voor of mijn baas, of mijn klant, of de mensen met wie ik samenwerk. En dat is een reden waarom ik zelf aan de slag wil. Ik ben gemotiveerd vanuit mijn autonomie, mijn competentie en behoefte aan verbondenheid om aan de slag te gaan. Samen met deze theorie heb je een beeld op welke wijze motivatietheorieën een rol spelen bij het leren. Bedankt!